De deelnemers komen aan bij de manege van de Vorenruiters in Utrecht voor de indoorkampioenschappen 2013. Vanwege een verbouwing op het KNS-centrum is naar deze nieuwe mooie manege uitgeweken. Op het programma staat de Rabobankprijs. Na de eerste proef gaan de beste 8 door naar de Kuur op Muziek, die 's middags na de lunch op het programma stond. Op de eerste proef waren er 3 combinaties die veruit de hoogste score hadden. Anne Meulendijks met Avanti, Jasmine de Koeier met Take It Easy en Gregor Tax met Vivace de Jeu. Uiteindelijk was het Anne Meulendijks die won. Ja, ik was heel erg tevreden. Hij heeft echt heel goed zijn best gedaan. En we hebben eigenlijk tot nu toe wat we bereikt hebben en hoe ver we zijn met trainen hebben we alles eruit gehaald. Ook Gregor Tax was erg tevreden. Hij won zilver doordat hij na een goede Kuur op Muziek Jasmine de Koeier voorbij ging. Ik ging hier eigenlijk heen met de verwachting van we proberen gewoon de Kuur door te komen. En hij liep zo fijn. En dan de Kuur en dan op de tweede plek beëindigen. Ja, dat is gewoon super. Na de proef van vanochtend ging het eigenlijk maar tussen 2-3 mensen. Ja, dat klopt. Ja, er waren echt 3 mensen die er wel bovenuit sprongen. Ik had gelukkig nog iets meer dan 2% voorsprong. Dus dat was voor mij heel gunstig. Dus ik was na de eerste proef echt heel tevreden met mijn score. Maar ja, er kan altijd iets gebeuren. Alleen ik weet wel dat ik op mijn paard kan rekenen. Dus dat is wel fijn. Voor Gregor Tax was een tweede plaats erg bijzonder. Het was de comeback van zijn paard na een afwezigheid van 2 jaar. En met het paard reed hij ook een nieuwe Kuur die hij thuis nog maar 1 keer had gereden. Nou, ik heb de Kuur laten maken door Stefan Buitenbos. Die is net begonnen in het maken van Kuurmuziek. Daar zijn we de hele tijd mee bezig geweest om te kijken wat gaan we doen en hoe gaan we doen. En samen met Kobi van Baal en Johan Hinneman hebben we gewoon goed nagedacht van wat gaan we doen en hoe willen we het gaan doen. Nou ja, en als het dan zo goed uitkomt, ja, het is gewoon fantastisch.